Hallo, liebe Menschen. Ai, even zitten. Ach, roddelpraat, roddelpraat. Ik ben er ook eens op geweest, een blauwe maandag. Een grapje. Ik had van mijn management een tekstje opgestuurd gekregen. We wouden even viraal gaan. En toen ben ik bij de Transformers geweest, bij Jan Roos. Nou, Jan Roos is een hele loodgieter. Het is gewoon een loodgieter. Een dikke bierpens. Het is een walgelijk lelijk varken. Dikke vette pens en patatpens of frikadellenpens. Natuurlijk een hoop bier erbij in. Patatvretende, bierzuipende, mayonaise, klorren erbij. En vreten maar en frituur. En dan zelf speciaal maken. Een schilderij bij patatboeren. Alles er, mayonaise, klorren erover. Oh, zo ziet hij eruit. Een lelijke, vattige, dikke vent. Oh my god, wat is die ding? Hij lijkt wel Pau de Leeuw, een opgeplofte bolle voetbalhoofd. Een dikke pens, ik vind hem echt lelijk en walgelijk. En een kleine sleufje wat eronder hangt met zo'n tuitje natuurlijk. Hij zou een tuitje hebben. Hij moet die voorhaar meer van achter onbesneden, hartstikke vies en hij zou wel stinken. Ik moet er niet aan denken. Gelukkig was toen ik in Rollenpark kwam, het allemaal maar een fake grapje om viraal te gaan. We waren even viraal. Ik wou helemaal niks met die vent. Het is een dikke giezer, ik. Ik heb het wel eens hoe gespeeld, maar als ik hem als klant zou krijgen, dan zou ik hem weigeren. Dan zou ik hem weigeren. Gelijk. Dan zou ik zeggen, maar zo'n viezerik ga ik echt niet een uur of een half uur of wat dan ook, zelfs in 5 minuten, nog geen 5 minuten. Maar betaal je me 1000 euro met zo'n vetzak? Nee, dat hoeft niet. Ik bedoel, het is gewoon een boerenpummel. En hij is dan veel lelijker als een achterhoofd. Kijk dan naar die lelijke kop. En hij is